dank u iedereen, dank u. Ik vind het heel tof dat jullie op mijn video hebben geklikt en support ik weer de code Rudy en items op hebben gebruikt. Geweldig! Nou, we zitten hier met een diep, duister verhaal. Ik zal het eens even allemaal uitleggen. Begonnen in 1904, ik ben een piraat. Mannen, we gaan een piraat escape, adventure. Piraten, let's go! Piraten, yar yar. Ik hoef mijn verhaal geen eens af te maken. Ja, boeien. Het is een adventure escape ding. We moeten waarschijnlijk ook andere medepiraten neerblaffen, weet je wel. Daar komt het allemaal op neer. Ja. Yo! Oh, je deze moet het is allemaal in één keer doen. Zijn we er klaar voor? Alright, let's go! Wee. Ja, hey, eerste you suck, hey, mate. Let's go! Alright, voordat die amateurs naast me verder gaan. Abonneer op mijn kanaal als je een echte piraat bent. Ben je een neppe piraat, dan mag het ook. Maar dan moet je wel even sorry zeggen in de comments, hoor. Want, ja. Weet je, dat kan echt niet. Hier, huts, ja, neef, easy. Easy, in één keer. Ik wist niet waar ik naartoe moest. Ik wist niet waar ik naartoe moest. Nee, dat is ook een probleem. Oh man, ik was super ver, maar ja. Level 1, begint al lekker pittig, mannen. Ja, hij is gelijk pittig, man. Heel ja, lekker spicy weer. Spicy. Meerdere levels, wat de vleesballen. Hier, huts. Ja, je moet daar langzaam die. Ja. Ah, man. Moeilijk. Naar een map. Moeilijk. Nee, dit is echt een makkelijke. Waar hebben jullie het over? Hier, huts. Doen we die gewoon hutsen? Hier links, oh, huts! Oh, yo, 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 yo! Come on, huh? Oh, ik was zo ver, ouwe. Ik was zo... Ben je op die kist al gekomen? Die kist Nee. Ik ga perfect langs die hooibal op, maar daarna gaat alles zo snel. Oh! Je kan er omheen lopen. Je kan best wel rustig daar doen op die tweede trap jump. Weet je wel? Nee, ik loop ook omheen. Oh, wie staat erop? Daar, be right daar. Dat is een piratenschip daar in de verte. Deze knaap gaat even lekker. Oh, I did it. I did it. Nou moet ik hier doorheen. Hier doorheen. Ja, lekker hier doorheen. Ja, ik ga hier niet doorheen. Waar moet ik heen? Sprong je überhaupt op die kist heen? Of ja. Ik moet echt een boertje laten, maar ik wil niet. Dan praat ik alsof ik moet poepen. Ik sprong op de kist en toen stopte ik, zeg maar. Toen remde ik gewoon af. Oh, ik ben er doorheen. Ik ben er. Hide. Oh, dit is geen checkpoint. Oh, wel, er staat wel level 2, maar... Oh, dit is gewoon een checkpoint hier. Come on. Oh, checkpoint. Jee. Lekker, man. Okay. Heerlijk. Ik heb nog steeds gespierd, ik weet niet waarom. Level 2. Ja, ik ook. Let's go. Een cannon. Komt ie maar. Hallo. Oh, de checkpoint. Ja. Lekker makker. Oké. Okay. Hey. Cannon. Waar moet je... Oh. Oh, sorry. Sorry, mannen. Oh, daar. Misschien daar naartoe. Ja, ik denk het ook. Zodat, ja, daar. Dan moet dat wel, toch? Ik guess, toch? Waarom glitchen die kanon altijd zo vast, joh? Ja, zo. Even draaien. Ja, even lekker draaien, hoor. Ja, kijk. Je kan er al in zitten als je wil. Oh, ja. Nou gaat alles weer helemaal to the shit. Kom op. Even draaien nou, spel. Wat doe je? Juist. Juist, inderdaad. This is how we do. Yes. Nee, ik ben binnen, maar wat moet ik hier binnen doen? Ja, dat zeggen wij niet. Had je maar mee moeten rennen. Want ik denk niet dat je door dat raampje kan je niet. Kan ik niet, moet je eens opletten, joh. Komt echt een plek, ja. Oh, huts! Nice. Oh, nee. Oh, wacht, ik ben er. Oh, nice. Hier zijn medepiraten. Ik ben het schip binnengedrongen, mannen. Ik heb alleen geen gun nu. Is dat wel... Misschien moet ik naar binnen. Hello? Oh, level 5? Nee. The biggest cheese ever. Nee. Volgens mij waren er 9 levels. Ik ben bij level 5, man. Dat alleen, meen je. Ik ben wel bij level 5 zonder een gun. Dat is het vervelende hier even aan. Nee! Ben jij er ook? Oh, ik viel dood. Ik ging maximaal overheen, joh. Je bent neergeknald. Ja, dit overleef ik niet zonder wapens, joh. Deze zijn allemaal op mega agressief. Ja, mannen, ik heb hier volgens mij echt een gun voor nodig, maar ik kan niks. Yes, ik ben er. Ja, hieronder is het checkpoint. Oh. Was het checkpoint? Was het checkpoint? Hier binnen. Oh my god, ik ben bijna dood. One hit. Oh, maar we hebben hier nu wel die checkpoint, maar we hebben helemaal geen gun om die guard... We hebben 3 levels geskipt, man. Of 2. Ja, moeten we wel een gun hebben? Is dat wel de bedoeling? Ik had dus wel gezien dat ze ergens een gun gebruikten, ja. Pittig, lastig. Allemaal retenwild. Ja, ik sprinten. Compleet gelezerd, ouwe. Dat lukt nooit. Misschien kunnen we terug, I don't know. We broke that game. Wow, we kunnen terug. We kunnen terug, ja. Oh, hier in de stenen. Wacht, nee, maar waar is level 3 dan, zeg maar? Waar? Wat? Er zit wel één klein pietluttig raampje onder in het schip, hè? Ja, man, we moeten door dat kleine raampje. Dat raampje. Nee. Zie je, dat zit in 3. Als je goed kijkt, zie je een 3. Nee, je moet naar 5.
Nee, shut up. Ja, hoe komen we daar dan in, joh? Je kan hier misschien erin springen. Oh ja, 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 hier kan. Ja, lukt dat gewoon? Lukt dat gewoon? Ja, zit een krukje, krukje. Oh, ouwe, wat? Oké, maar waarom zit er dan een level 5 checkpoint? Ja, dat hebben ze een beetje matig gedaan. Zeg ik je heel eerlijk. Dat maakt het dan nog niet tellen. Dat is wel iets te eerlijk, Harm. Ja, nee, dat vind ik zeg gewoon eerlijk. Dat was wel echt een ongezouten mening van je. Hè? Ik weet niet wat ik daarvan vind, hoor. Ja, ja. Ik weet niet waar ik heen moet, man. Ik zit hier onder, maar dit loopt een beetje dood. Die AR-guy die lasert mij helemaal de mama. Oké, maar jij had een checkpoint hier wel, hè? Yeah, checkpoint! Ze dunken nou nog steeds in dat kanon. Ja, ik heb me net uitgevonden wat er in Holy shit, hij was bijna door het raampje met het kanon. That is pretty great. Geen idee waar we heen moeten. Ik wel, ik wel. Hier, ja. Gaan we hierheen? Nee, gaan we hier dan ja, niet heen? Ja, dat was ik ook. Ja, kijk, gaan we dus lekker hierheen? Nee. Je moet ergens een uitweg zijn. Ja, zo slim zijn wij. Maar waar? Oh, waar? Waar is de uitweg? Misschien tussen de planten in of zo, weet je wel? Dat heb je ook nog wel eens. Dat zou kunnen, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar ik zie... Niet 1, 2, 3, even een geheim tunneltje. Ik denk eigenlijk dat we verdieping omlaag moeten, man. Het is wel dit raampje. Welk raampje? Ga helemaal naar voren, hier waar ik ben. En dan kan je hier door een raampje heen en dan kan je op een houtstuk landen. Oh, daar, ja, ja, ja. En dan ben je bij 4. Ik ben bij 4 nu. Ik ben bij het raampje. Yes, en dan moet je op dat hout landen. Oh, wauw, hoe dan? Oké. Oh, kut, kut. Iets te veel een beetje laten vallen. Dat raap! Ik vang je wel op, Rudy. Jongens, ik ben bij 3. Ja, oh, je bent door het raampje heen? Ja. Duncan is back. He has found a path. Oké, je hebt de fakkel. Of dat, dat kan ook. En dan ga je hier helemaal rechts eroverheen. Oh. En dan ga je hier lekker door dit raampje heen. McQueen. Waarom werkt dit randje zo raar? Oké. Okay, ja, je moet. Er zit een balk boven je hoofd. Nou, dan moet je hier. Ja. Yeah. Daar op het hout nog landen en dan ben je er. Rudy, kom langs de tollen. Wacht, nou moeten we dus eigenlijk naar 5. Ja, eigenlijk wel, ja. Nu moeten we dus we weten dat we omhoog moeten nu. Deja vu. Wat is de route? Want ik heb het idee dat er damage traps zijn. Die dingen zijn lomp, jongen. Oh! Jezus, man. Kijk, Rudy. Is het wel gewoon daar links? Oh, je kreeg fall damage van die dingen, dat is het. Ja, fall damage. Jeet! Helemaal okay. Links en dan door het raam, maar ik, jongens, kijk, ik sta hier boven, maar ik weet niet wat ik moet. Ik weet het gewoon niet. Nee, je komt er wel achter, joh. Springen. Nee, maar ik kan ergens heen springen. Dat is het probleem. Echt, mijn hele POV is hier kut. Ik kijk letterlijk dit tegen mijn rug aan. Jullie, op je nek. Duncan, ga van mijn nek af. Waarom kijk ik hier helemaal naar mijn rug? Het is zo naar. Ja, waarom ga nou? Je hebt toch een balkje daar, hoor. Je kunt er gewoon op. Waar? Nee, waar? Een grapje. Kunnen we niet op het eiland gaan? Daar ergens, hè? Dat is een checkpoint. Oh, hier zit een wall naast. Ik kan niet verder taggen, zie je dat? Er zit hier een wall. Oh, daarom kijk je dit gek tegen je rug aan. Oh, daar zit wel een band. Richting die kant. Op. Ik word geraakt? Are you kidding me? Loop nog verder. Ja, maar ik kan niet... Goed zo, dan kan ik eindelijk verder kijken. Nou ja, dan maar deze kan proberen. Oh, nani. Oh. Het was wel een goede route. Ja, ping maar rond, weet je. Je hebt echt een hele wal om je heen. Waar je dus niks mee kan. Huts. Lekker. Ik ben bij checkpoint 5. Jee. Wat? Hoe? Yo. Ja, je moest dus wel die route nemen die ik nam. En dan moet je even het hoekje omspringen. Oh, dat, maar dat is echt compleet onzin. Dude, kijk. Ik ben letterlijk ook bij 5 nu. Hoeveel? Gast, je hebt guns? En ik heb guns. Yo, en ik ben bijna dood. Hoeveel guns heb je? Fucking veel. Oh, geef mij ook een gun. ja, kom hierheen. Maar ik moet ze killen. Ja, jij moet ze killen, ja. Gewoon, ik ben one hit, springen en schieten ofzo. Oh, maar dan ben je bij 4 natuurlijk. Yep, maar ik ben er zo weer, dus... Alright, oké, ja, de route is dus vrij simpel. Oh, die laser, man. Oké, Duncan is nu ook bijna bij... Oh, nevermind. Duncan was bijna bij level 5. Bijna. Maar we moesten juist die guns hebben, dude, dus dit is wel apart. Ik word echt constant uit de lucht gelezen als ik hierheen naar jullie toe wil. Ja, ik denk dat het echt gewoon springen en schieten is ofzo. Those darn pirates! Arr! Ja. Oké, waar liggen die guns? Op dat eiland? Oh. Ja, er ligt... Ja. Dat... Vooral die AR-guy is echt gewoon de killing factor. Ja, maar als ik hier kijk, ben ik gelezen. Kun je hem wel hitten? Ja, ik kan ze wel hitten. Ik ga hitten, die guy rechts hit ik net een paar keer. Oké. Ik denk als je dat blijft doen, dan komen we er uiteindelijk wel doorheen. Eventually. Zal ik doen. Ik zie nou inderdaad het kistje ook gewoon. Ja, Duncan en... Ja, hak hem. Nee! Ik ga met je meedoen, Duncan! We hakken ze voor het leven! Yes, één is dood! Ja, nice. Het was wel de pistol scrub. Ik heb hem. Lekker. Oké.
Ja! Come on! Oké, kom hier. Ik geef gewoon alle guns. Volgens mij hebben we nu geen guns meer nodig, maar... Oh, behalve de infanterie, die hou ik. Oké, dat is Duncan. Ah, Duncan is daarboven. Oh, hier ligt heel veel ammo, Huts. Lekker fruts. Zullen... Ik zie 6 is naast het schip, maar we moeten dus een band van het schip af te komen. Ja, er zit een band op zo'n steen. Daar, oh. Kijk hem even. Die moeten we hoogstwaarschijnlijk... Oh! Huh? Oh, god. Wacht. Je kan die hebben vanaf de rand van de mast. Oké. Nee, er zit ergens een opening met waar geen onzichtbare wals zijn. Je bent letterlijk buiten het schip gevallen. Ja. Nee, maar je kan... wacht. Je kan, het kan. Wat moet je hier doen, Duncan? Ik kan letterlijk van de map aflopen nu. Oké, waar ben je nu? Oh, je moet vanaf daar moet je Mane. Op de buizen rechts van je springen. Op die barrels. Ja, je moet op die barrels. En dan moet je naar die band waarschijnlijk. Manne! Wat? Er zit een... Ik had hetzelfde. Manne! Net een barrier. Let's go! Wat is dit? Wat slaat het op? Oké, Duncan, hier is je pistool. Oké, we moeten denk ik even de ping-techniek doen. Dan kunnen we kijken waar het überhaupt mogelijk is om te doorkruisen. Dat is echt een nare jump, oké. Misschien moeten we wel via het kraaiennest of zo. Zou dat een ding kunnen zijn? Hier kan ik die... Ik kan daar eigenlijk gewoon die band taggen. Oké. Oh ja. Hier is een band. Ho! Zie de band? Oké, we moeten denk ik echt via het kraaiennest. Rudy! I did that thing. Je land in zicht. Ja, komt-ie. Kijk naar mij. Har, land in zicht. Jullie kijkers, B-Rod, zien het niet, want dit is alleen grappig voor mensen die naar mij kijken. Oké, komt-ie. Jeet. Ja. Oh, nee. Dus je sprong je op de banden. Oh, en toen froze mijn game. En toen was hij gecrashed. Very cool. Nice. Oké, ik ben weer terug in de map op een of andere manier. Ik had bijna het eerste stuk in één keer gehaald. Jammer dat ik gecrashed ben. Ik ga wel even zorgen dat ik bij de mannen ben. Oh, ik zie nu letterlijk alle invisible walls, hè. I've been blessed. Door die disconnect kan ik nu letterlijk alles zien. Ja hoor, kijk, helemaal geen tijd verloren. Ik ben lekker weer bij Rudy, kom gelijk naar mij toe. 6. Jeet. Ja. Begint het daar weer, het avontuur? Hier begint het. Hier moet je in een boom, denk ik. Oké, ja. Welke boom? Scheef omhoog. Oh, dit is moeilijk. Dit is heel moeilijk. Ja, er zit zo'n scheve boom hier. Er zit zo'n heel pad. Ja. Zie je dat hele pad in de lucht? En dan kom je uiteindelijk op dat huisje. En dat is het 7. Oké, dus je moet van de steen op de boom. Dan moet je de boom langs. Ik weet het vanaf hier. Oh, wacht. Ik weet het al. Hier. Gewoon, hier gewoon recht. Nee. Gewoon zo. Gewoon de huts. Nice. Snap je? Gewoon huts. Ja, gewoon hutsen. Ja, het is niet zo moeilijk. Oké, mannen. Wat moet je nou doen? Gewoon huts of niet? Oh, shit. Ik denk dat je hier juist omheen moet. Nee. Je moet daar op die andere waarschijnlijk. Duncan, ben jij al verder gekomen? Nee. Want vanaf daar kon je volgens mij weer verder naar iets of niet. Ik denk echt letterlijk dat we hier omheen moeten. Gewoon op die bal springen. Is dat een ding? Ja, dat moet als wel, joh. Als je kijkt naar het vervolg, naar het verloop. We can do this. Ja, we moeten op een of andere manier hier net... Linksom, rechtsom, dat denk je. Daar B-Rod is van de wee. Ja, dan moet ik het aan. Hoe deed je het nou dan? Ja, ik weet niet of ik op de top kan staan. Ja, ik sprong eromheen. Maar je sprong dus wel hier. Hoe ver is de aanloop? Rechtsom. Oef. Ja, rechtsom sprongen we. Oh, heb je? Okay, first. Nice. Oké, nou moet je even je aanloop checken en dan... Kan je op die boom? Wat bedoel je? Hier, bij mij kun je staan. Hier of, echt waar ik nu sta. Daar moet je op aimen. Oké, cool. Hier? Nee! Wat een gek pot! Ben je gevallen? Oh, dit is cute. Oh, jij ook, dit is cute. Hier boven, zo cute. Oké, kan ik hier gewoon oplopen? Ja hoor, en dan nu? Oh, hier kan ik denk ik weer omhoog. Oh joh, dit is verwarrend met al die takken. Wat een takkenzooi. Oh ja, dan kan ik hier weer door de bomen heen. Hier weer doorheen, ja. Oké, en dan is daar weer een jump. Jeet! Oké, en nu? Zie ik niks meer. Wat een avontuur is dit ook. Ja, ik zie de checkpoint, maar dat red ik denk ik niet qua jump. Die zijn kratten. Ja. En nu moet ik het wel redden, denk ik. Huts! Yes! I did that thing. Nice. I did it, B-Ruda. Ik ben een blije piraat, jongens. Ik word ooit nog Pirate King. Gomu no, ik liet je vallen. Nou ja, je sprong... Eigenlijk was je zelf gewoon iets te snel. Nee! Wat de... Oh my god, ik liep eraf. Nee. Hele stuk opnieuw. Oh. Alright, Duncan, hoe pakte je die bounce zo ver mogelijk naar boven? Ja, zit maar in het gras zit ook een band. Een autoband. Die wil je pakken. Oh, oké. Ik ga ervoor. Ja. Iets meer naar links. I do not see the tire. Waar is de band? Oh, ik zie hem echt aan de rand zelfs van het gebouw. Oh, ja. Now I see. De koning doet het nog steeds goed. De Pirate King. Pirate King B-roeder. Ik loop even van die steekbalk op!
Wee! Kunnen een petitie starten dat men de destructietraps uit de game haalt? Ik word helemaal naar van dat geluid. Alright, kom ik ook aan. Daar is de band. De band! Wow, wow. Ja. Ja, hoor. Kijk, leveltje 8. Nog 1 level. Dan, wat gaat hier mis? Ik kan hier letterlijk de destruction trap zien. Hier rechts zit er geen. Jeet. Haha, later noobs. Hoe hebben jullie die jump gedaan? Gewoon echt springen? Oh, dat is een band. Ja, je hebt nog een band. Oh, dus je kan. Oké. Okay. I did that thing. Nou, ik kan even kijken waar. Are you ready to do that cheese, Duncan, son? Huts? Ja. Oh ho! Do you see me now, Duncan? Wat? Huh? Booba, booba, booba. Huts? Niet te ver, niet te ver. Hier moet je stoppen, hier moet je stoppen. Waar zijn jullie nog heen? Want volgens mij zijn jullie een heel andere route, of niet? Ja, het is doodlopend. Het is wel een vlammend ding. Is dit een route? Ze hebben me deze privileges gegeven, dus ik mag ze ook uitproberen, toch? Oké, verder kan ik niet. Tot zover mijn privileges hier, mannen. Oh, ik heb het, denk ik. Ja, jongens. Jammer. Moet je die jump überhaupt doen? Ja, vanaf de spawn en waar moet jij heen? Ja, en dan moet je hier in het water. En daar is hij door in dat water. Oh, daar was ik al die tijd al, joh. Ik dacht al, hier heb ik mijn privileges al gebruikt. En toen zag ik dat ik hier nog doorheen kon. Zat er een spike trappie. Oh, pas op, ik zie een damage trap. Nou, hoe dan? Heb je heks of zo? Ik zeg toch al de hele tijd dat ik die dingen kan zien. Wat de fuck, dude? Ik denk dat hier ergens een gat zit of een ceiling. Ja, jij hebt hier de heks, jij kan het zien. Jij bent wel geen heks, joh. What the fuck? Hier sta ik wel hoger opeens. Ah, hier kun je op. Ik denk dat er ergens een sneaky kruiphoekje zit, weet je wel. Oh, hier, ja. Hey, kom eens bij, joh. Waar? Hier. Oh, hey. Hey, laatste. I'm in the temple. Huts. Yo, level 9. Jee. Full ceiling jumps. Ja, full ceiling jumps. Die zijn makkelijk, Duncan, ik haat je voor eeuwig. Okay. Oh, zit hier een band naast, dus dan weet je het. We moeten rechts landen, dan land je op de band, anders krijg je een beetje damage. Rechts? Ik val er compleet naast. Oké, nice. Dit loopt dood volgens mij, want... Thanks for the tip, bro. Traps? Ja, we kunnen de band nemen, toch? Je Daya might be that way. Ja, ik vertrouw er niet met die bladeren niet, joh. Je zit sowieso ergens een geheim gangetje. Hier zie ik het al. Ah, dat toch niet. Wacht, waar waren die spikes? Hier kan ook een gat in zitten. Oh. Precies, dek op gaten. Ja. Laten we even gaatjes zoeken, mannen. Dat moeten we wel kunnen, toch? Ja. Nee, ik denk dat Duncan might be onto something. Ik ga hier vallen. I found it. Wat dan? Ja, ik wil hier vallen. Er zit denk ik een deur of zo in die eerste tunnel. Die eerste trap tunnel. Ja. Nee, dat heb je goed. Kijk, je moet eerst aan deze kant en daarna moet je hier naar de andere kant. Ah, de verkeerde kant. Ah, I see. Verkeerde kant. Oh ja. Er zit nog een trap. Yes, dat vermoeden had ik dus al. Ja, maar jij zag het. Dus nu zie ik hem inderdaad. Oh my god, sorry. Sorry, ouwe. Verdomme, ik dacht... Yes, this is my moment. Maar het was niet mijn moment. Oké, ik ben... Pas op. Niet bewegen. I have 5 other popular maps to play. All escape rooms in Parkour. Search my name on YouTube. Ik vind het zo'n zielige promotie. Rainbow and Model Maze are my most popular maps. Please, Big Pepe Owners, play my popular maps. Wat mooi, yo. Ik vond het wel een vette map. Nee! De spikes. Mannen, de spikes. Doe dat even niet zo wild. Ik moet mijn video nog afsluiten. Er is nog meer. Er is nog veel meer. Jullie denken dat dit het is. Dat is het helemaal niet. Oké. Hey, fun was waiting for friends. Oh, dat is wel lief. Dat doet niemand. Dus hij heeft hier gewoon een heel parcoursje voor wanneer je op je vrienden aan het wachten bent. Dat vind ik wel geinig, eerlijk gezegd. Maar hij heeft zo'n prefab ingegooid. Maakt niet uit. Ik vind het wel geinig. Ik vond het een leuke map. I will play your other popular maps, dear map creator. Er stond trouwens GG en gebruik code Rudy, heb ik begrepen. Jammer dat de game crashte, maar we hebben het goed kunnen fixen gelukkig. Vooral omdat wij heel pro... Of ja, ik heb het eigenlijk vooral voor mezelf. Want ik crashte. Ik was al pro in het begin natuurlijk. Ik heb alles weer heel snel ingehaald. Oké, thanks voor het kijken. Man is er in de beschrijving. Zeker ook even hun checken. En dan zie ik jullie hopelijk in de volgende. Als jullie abonneren, anders zie ik jullie niet. Code Rudy.